Welkom bij Vodafone Firestarters, een rondreizende discussieprogramma over kunst, over cultuur, over techniek, innovatie en vandaag vanuit het Stripe Festival hier in Eindhoven, de lichtstad wel genoemd. Aan tafel drie gasten en de bedoeling is om het komend uur met elkaar het gesprek aan te gaan aan de hand van stellingen. Dankjewel voor jullie komst, allen, Nicky Jasman, Dick Rijken en Jasper Visser. Stel jezelf eens even voor om een tweet te gebruiken. Dat is natuurlijk niet echt zo, maar in het kort, wie ben je, wat doe je? Ik ben Jasper Visser en ik denk na over innovatie en participatie in de culturele sector, ja. Met name musea. En hoe doe je dat? Denken, adviseren, implementeren en vooral niet bang zijn om dingen anders te doen dan vroeger. Mag ik vragen hoe jong je bent? Oud al, 29. Goed, welkom. Nicky Jasman. Ik ben Nicky Jasman. In mijn werk onderzoek ik vooral hoe het lichaam zich verhoudt tot objecten en ruimte. En daar probeer ik mee te experimenteren. Nou, welkom ook bij deze discussie. En als laatste hebben we Dick Rijken. Wat doe je? Ik heb twee halve banen. De ene is dat ik directeur ben van Stijm. Dat is een laboratorium in Amsterdam waar we experimenteren met nieuwe elektronische muziekinstrumenten. En mijn andere baan is dat ik lector ben bij de Haagse Hogeschool. En daar onderzoek ik... In feite wat Jasper ook doet, de toekomstige rol van bibliotheken, musea en archieven. Met welke instrumenten nieuwe? Muziekinstrumenten. Wauw. En dan meteen even een scoop. Wat is de latest? De latest, ze zitten, ik heb er één bij me in mijn rugzak, zijn jongleerballen die geluid maken als je ze vangt. Jongleerballen die geluid maken als je ze... Vangt. Eigenlijk zouden we dat moeten zien. In ieder geval leuk dat jullie hier allemaal zijn om met ons te praten. Zal ik er even een pakken? Ja, go ahead. Ik bedoel... Daar moeten we het ook wel kunnen. Laten we bij jou beginnen, Nicky. Hoe zou je jouw werk omschrijven? Ik werk in verschillende media. Dus ik heb instrument gemaakt, een jurk die je kunt dragen. En de jurk zelf is het instrument. Maar ook performances, geluidsinstallaties en nu een lichtinstallatie met zeepvliezen. Ja. Wat hier in het 5 Minuten Museum staat. Dus ik gebruik eigenlijk hele diverse media. Maar altijd vanuit dat open nadenken over hoe staat het lichaam er tegenover en de relatie en de ervaring eigenlijk. En vanwaar het lichaam dat zo'n centrale rol speelt? Omdat ik het... Interessant vindt dat iets tastbaars is, dat je er een relatie mee, dus niet per se tastbaar, dat je het echt moet aanraken, maar ook gewoon dat je een connectie met je lichaam ermee kunt maken. Ja. En dat vind ik heel interessant om te onderzoeken en daarbij ook inspelend op meerdere zintuigen. Benaderen. Dus ja. Niet alleen het visuele, maar ook inderdaad het tactiele, het ruiken en dat je gewoon echt een complete ervaring krijgt, ja. Van een werk. Interessant, want we gaan het straks ook al hebben over de musea en de toekomst van het museum. Hoe ziet die eruit? En wellicht is het ook leuk om te horen van misschien gaan die disciplines ook door elkaar en zitten we minder in de hokjes. Zijn ze er inmiddels bij? Oh. Nou, ik heb er eentje. Oké, okay, leg uit. Tom Johnson is een minimal componist. Ja, als ik hier, ja. Ja, je moet hem even... Dus Tom Johnson is een elektronisch, of een minimal componist, kwam naar ons toe. Die zei van, ik wil graag een stuk schrijven voor jongleurs. En hier heb je... maar dan heb ik ballen nodig die dus geluid maken op het moment dat je ze vangt. Kunnen jullie dat maken? Nou, dat was niet zo heel eenvoudig, maar we hebben het wel geprobeerd. Het is ook gelukt. En een kleine maand geleden hebben we inderdaad de première gehad van een voorstelling. Three Notes for Three Jugglers, heette die ook, van Tom Johnson. Waarbij dus inderdaad gewoon drie jongleurs keurig die ballen in verschillende patronen zag gooien. En dus inderdaad ook een soort, ja, zowel visueel als melodisch, hele mooie schuivende patronen zag. Ja. Omdat ze allemaal dezelfde noten in de jongleerballen hadden zitten. Ik vind het werkelijk waar. Maar deze is leuk. De chip die in die ballen zit, want de ballen zijn volledig self-supporting, zeg maar. De chip kan ook praten. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar dichters die wel iets zouden willen schrijven voor pratende jongleerballen. Ja, dus dan krijg je straks een jongleeract die anders nooit had plaatsgevonden als jullie het niet hadden ontworpen, dit.
Dat is het idee. Eerlijk, hoeveel van dit soort nieuwe instrumenten zijn levensvatbaar? Of laten we zeggen, gaan de wereld in, circus acts. Want instrumenten zijn toch eigenlijk allemaal al lang uitgevonden, om het zo maar te zeggen. Nou, ik heb, ja, wat bij ons veel gebeurt, is mensen maken voor zichzelf nieuwe instrumenten. Heel veel muzikanten maken nieuwe muziek door voor zichzelf een nieuw instrument te maken. Ja. Dat zijn geen instrumenten die jij en ik dan daarna gaan kopen. Want ja, het is veel leuker als wij zelf ook iets opnieuw gaan bedenken. Ja, dus het is eigenlijk een innovatielab eigenlijk. Het is heel erg een innovatielab. En wat we heel erg zien, is dat je ook hier zeg maar de individualisering heel erg ziet toeslaan. Ik ga niet op jouw instrument spelen. Ik wil mijn eigen instrument maken. En dat wil iedereen. Dus we gaan ook daar, die wereld, die kant gaan we op, zeg maar. Nou, voor een deel wel, ja. Hey, maar hoe word je nou wat je doet? Want ik zie, je bent afgestudeerd als cognitief psycholoog. En dan ben je in de weer ook met reclamebureaus, maar toch ook wel weer het Steam. Het is een synergie tussen privaat, publiek, wetenschap. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik ben al die tijd gewoon maar in één ding geïnteresseerd geweest. En dat is die relatie tussen mens en technologie. Dus, en dat zie je dus op heel veel plekken terug. Ja. Hoe verandert dat rare fenomeen die telkens zich maar ontwikkelt in de technologie, wat verandert dat nou aan ons? Ja. Daar ben ik als psycholoog in geïnteresseerd, maar ook als muzikant en ook als techneut, zeg maar. En dat zie je gewoon in al die gebieden, op verschillende manieren zie je dat gebeuren. De relatie tussen mensen en technologie, vanuit het kunstenaarsperspectief, vanuit haar werk, grensoverschrijdend. Jasper, ik heb aan jullie allemaal gevraagd om iets mee te nemen. Vanuit de actualiteit, dat kan een nieuwsbericht zijn, een verhaal, een gekke ontmoeting. Om bij jou te beginnen, wat zou jij kwijt willen? Nou, ik vind sowieso de relatie mens-technologie erg interessant. En toen ik een paar maanden geleden las ik dat hier in dit gebouw een nieuw museum komt dat gaat over mediakunst, of zou moeten gaan over technologie en mediakunst. En ik wilde dat eigenlijk meenemen hier naartoe. Van hoe moet dat er dan uitzien als je een museum over technologie bouwt in een tijd waarin ik volgens mij het met jullie allebei heel erg eens ben dat het veel meer om de mens draait en zijn verhouding met de technologie dan om die technologie alleen. En hoe gaat dat er dan uitzien? Ja. En wat denk jij zelf? Nou, ik hoop veel van dit soort dingen, want ik zie hier een heleboel potentie. En behalve dat dit een interessant iets is om op het podium te zien, stimuleert het ook enorm, denk ik, veel jongeren om te gaan jong leren. Als je dit, ik weet niet hoe duur zo'n bal kost, maar dat zal... Ja, deze is natuurlijk heel duur omdat we die zelf hebben gemaakt, maar als je ze... Als je het inderdaad gewoon goed, echt in massa gaat maken, kunnen ze veel goedkoper. Deze kost €100 nu aan onderdelen. Ja, nou, dus dan zou je misschien voor een tientje kunnen maken. Dan verkoop je er 3. En voor Sinterklaas wil iedereen hem hebben. En je brengt op een leuke manier mensen in aanraking met kunst en cultuur. En ook nog een beetje beweging. God, we worden wel heel idealistisch. Hè? Prachtig. Nicky, is dit iets wat je zou gebruiken? Of, dat je, of zeg jij toch, ik blijf bij mijn eigen creaties. Ik ga dat niet inkopen ergens anders. Houd toch eens op. Maar zeg het maar eerlijk. Ik denk niet dat ik er zo over na... Maar wat ik wel heel erg leuk aan dit vind, is dat het juist tastbaar is. Dus waar ik het net over had, dat je de technologie tastbaar maakt. En dat het een hele makkelijke interface is. En dat je hier weer, dat het de verhouding tot het lichaam heel erg goed te zien is. En dat daar heel erg over na is gedacht. Dus het is niet alleen een chip, een kleine chip waar je als mens eigenlijk niet zo goed tot kan verhouden. Want... Ja, dat is heel klein. En wat moet je daarmee? Dat gaat op een hele andere snelheid dan wij. En hier ontstaat die relatie weer. Dus, en dat je je gebaren worden anders bepaald. En, Het heeft wel iets speels. Wat heb jij meegemaakt of gezien of wil je delen met ons? Nou ja, wat ik... Wat me een beetje opvalt is dat er ook een soort tegenbeweging tegelijkertijd is met kunst en technologie. Namelijk dat de analoge kunstwerken ook weer... Dus dat er een soort tegenbeweging staat in het loslaten van technologie. Of juist een mix tussen low-tech versus high-tech. Ja. En dat er een soort... Ja, ik merk dat ook in mijn eigen werk met het zeepvliezen, dat er zit technologie in verwerkt, het functioneert op technologie, maar het is absoluut niet de hoofdmoot. Het gaat juist om het low-tech optrekken van het zeepvlies en wat er gebeurt met... Maar hoe zie je dat? Want ik zag, terwijl je dat vertelde, zag ik er een soort kringen om je wangen komen. En ik kan me dan zo voorstellen dat er ergens zo in een cafeetje, dan kom jij binnen, dat heb je er! Ja, high-tech woman. Is daar een spanningsveld? Haal jij daar inspiratie uit zo'n tegenbeweging? Ben je er onderdeel van? Ik denk dat het gewoon...
Ja, ik denk dat ik eerder bij die tegenbeweging hoor dat je het, een soort nostalgie in. Wat ik zei, van hoe kleiner en sneller dingen worden, hoe minder die relatie tussen jou en de technologie te vatten is. Dus ik denk dat in mijn werk wel een soort nostalgie zit naar oudere technologieën of zelfs low-tech. Dus je bent niet dwars van technologie, maar je zegt in de vaart der volkeren hoef ik niet per definitie mee. Nee, ik ben absoluut niet dwars, maar het ziet echt als een middel. Ik zie je knikken. Ja, helemaal mee eens. Technologie moet altijd een middel zijn om een ander doel te bereiken. Dat zie je hier, maar dat zie je ook in de tentoonstellingen hier. Er gebeurt iets anders, er gebeurt iets psychologisch, er gebeurt iets fysieks. Mensen worden betrokken door technologie, maar... doordat hij steeds kleiner wordt, is het ook steeds makkelijker om hem onzichtbaar te maken en hem te verstoppen in je omgeving. En ik denk dat dat is waar we hopelijk binnen nu en 10 jaar met z'n allen naartoe gaan. Dat je niet meer ziet dat je met technologie bezig bent, maar gewoon fysiek met elkaar in een ruimte bezig bent. Maar wel ondersteund of met als extraatje een technologische laag waar je misschien niet eens bewust van bent, maar die je wel helpt om leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld je compositie automatisch opslaan op je draagbare harde schijfje, zodat je hem nog eens terug kunt luisteren. Dick, ik ben er nog niet helemaal uit. Gaan we die technologie nou omarmen en er helemaal mee aan de haal? Of moet er een soort balans komen de komende jaren? Waardoor we dat, zoals hij zegt, niet meer bewust van zijn. En dat het op een andere manier invloed op ons heeft. Nou, het voordeel is, dat is een keuze die we niet echt hoeven maken. Want de vraag is niet of we de technologie gaan omarmen. Dat hebben we namelijk al lang gedaan en dat wordt alleen maar meer. De vraag is welke vorm het krijgt. Ja. En ik denk dat we het allemaal eens zullen zijn over het feit dat die vorm een vorm van menselijkheid in zich moet hebben. Ja. Een bal die een gek geluidje maakt is stomweg leuker dan een kastje met een knopje waar ik aan moet draaien. En dan gebeurt er iets wat ik misschien niet eens begrijp. Precies. Wat heb jij zelf meegebracht aan het verhaal? Nou, mijn trend is het verlies van controle. Wat we de laatste tijd... dat is niet zozeer heel erg in dit moment, maar het speelt wel heel erg nu. Wat ik overal om me heen zie, is dat we allerlei complexe systemen hebben. Het financiële systeem, het educatieve systeem, het zorgsysteem, noem het allemaal op. Die we vanuit de 20e eeuw helemaal bedacht hebben op een manier dat we er altijd controle over hadden. En dat is nu allemaal eigenlijk aan het wegglijden. De dingen die we zelf gemaakt hebben zijn zo complex geworden dat we ze niet meer kunnen begrijpen. En dan wordt het dus interessant, want dan op het moment dat je dus niet meer kunt nadenkend ergens grip op kunt krijgen, moet je wel je intuïtie gaan gebruiken. Dus dat is mijn voorspelling, dat we in de komende jaren zullen moeten leren om veel meer met intuïtie te werken. En dan kom je dus ook bij het lichaam terecht bijvoorbeeld. Dat je gewoon een relatie met de dingen aangaat die misschien wel een soort van zelfsprekendheid heeft, maar die je helemaal niet begrijpt als je hem moet uitleggen. Zijn we in die improviseren. We zullen veel meer moeten improviseren in plaats van plannen. Want waarom nog een keer? Improviseren in plaats van plannen. Waarom? Omdat heel veel dingen niet meer te plannen zijn. Voordat je het gepland hebt, is de situatie alweer veranderd. Kun je het nu gaan plannen. Zijn we het hiermee eens dat we in zo'n tijd leven? Ja, ik denk wel dat technologie en machines en zo snel nu zijn, dat voor ons misschien, ze spreken zo'n andere taal, dat voor ons dan misschien ook niet meer te bevatten is. Ja, ik denk dat improviseren een hele goede, maar dan nog, dan is de vraag, kun je die intuïtie gaan ontwikkelen? Kun je die intuïtie gaan ontwikkelen? Ik vind het een goede om te beginnen aan onze eerste stelling. En die stelling is dat kunstenaars zichzelf te serieus nemen. Vind ik altijd leuk om over te hebben, want wat is dat dan? Wat is serieus? Wat kun je kunstenaars over één kam scheren? Maar we hebben een voorbeeld van een kunstenaar waarvan ik in ieder geval durf te zeggen dat hij zichzelf heel serieus neemt. Kijk even mee naar dit filmpje. Zal ik het gewoon voorlezen? Ja, lees jullie kunnen het. Kan je me aan mijn punt volgen? Dus met 15 Nederlandse en Vlaamse bands. Aanwijsstokjesmuseum, Steven de Peven, dat is moi. Het wijzen met je wijsvinger is in ieder geval sowieso passé. Oh ja. Sinds 2004 ongeveer, 2005 is dat een beetje afgelopen. Aanwijsstokken hebben een hele, in de loop der jaren van ons bestaan zoveel aangewezen. Korte afstands power aanwijsstok. Dus ze hebben ook het recht om zelf een keer aangewezen te worden. En deze is echt speciaal geschikt voor lange afstanden, zeg maar. Deze kan aardig ver, 2500 meter. Als ik hiermee iets van korte afstand ga aanwijzen, bijvoorbeeld deze bak,
dan heb ik nog steeds een lange afstand door de vorm zelf van een aanwijsstok. Snap je? Het is niet geschikt om iets echt heel dichtbij aan te wijzen. Hiermee kan je rommel aanwijzen. Dus als je nou bijvoorbeeld heel veel rommel hebt in je kamer, dan is het een beetje omslachtig als je met je gewone aanwijsstok zegt, nou, ik wil niet dat je dat je kan maar blijven wijzen, zeg maar. Dus pak je gewoon in één keer deze, de rommel. Ik wil dat je dat opruimt. Dan wijs je gewoon in één keer alles aan. Het is niet dat ik er per se rijk van moet worden of van moet leven. Dus, maar voor de geïnteresseerden zijn ze te koop. Dit is een model, die is zeker €380. Hij heet de Onder Ons. Ja. Ik wil jou graag vragen of dat Onder Ons, dus Onder Ons blijft. Tussen jou en mij. Ja? Onder Ons. De verkoop is niet. De verkoop gaat niet zo goed, maar dat is ook niet belangrijk. Dus ik ben al lang al blij dat mensen er door getriggerd worden en ja, dat de mensen in ieder geval blij van worden. En als je dit nou eens met je vinger aanwijst? Ja, ik voel het sowieso niet. Voor mij hoeft het niet. Ik ben blij met mijn stokjes. Dus dit is mijn ding. Ik denk dat het omgekeerde eerder waar is. De kunstenaars nemen zich lang nog niet serieus genoeg. Dan ga je in op de vraag, wat is precies kunst? En ik ben ervan overtuigd dat kunst ook een maatschappelijke rol moet hebben of een bepaalde reflectie op je samenleving. En dan, misschien strijk ik jou nu tegen de haren in, dat zou leuk zijn voor de discussie. Maar je moet juist jezelf heel serieus nemen, misschien nog wel veel serieuzer, zodat je echt een stem krijgt. En dat zeker in deze tijd waarin de kunstenaar een beetje weggemoffeld wordt door de samenleving van subsidietrekker, je die plek weer verovert die je eigenlijk verdient in de samenleving. Meer engagement nodig? Ja, ik vind het niet zozeer. Volgens mij gaat de vraag niet over of de kunstenaar zichzelf wel of niet serieus neemt. Ik denk dat wij onszelf allemaal als samenleving veel te serieus nemen. En dat we kunstenaars heel goed zouden kunnen gebruiken om daar op een soort speelse manier in te stoken. Ja. De kunst is het domein waarin gespeeld kan worden op een hele lichtvoetige en ook een hele diepzinnige manier geïnterpreteerd. Je kunt een beetje klooien met de dingen, maar je kunt ook op een hele ontdekkende, vrije manier kijken wat iets is. En dat is vaak de enige manier om echt tot de essentie van iets door te dringen. En daar kunnen we de kunst voor gebruiken. En we hebben een samenleving met die vol problemen zit, waar niemand de oplossing voor weet. En we gaan er niet eens mee spelen. Dat doen we te weinig. Dat doen we veel. Hoe te zou weinig dat zo komen? Omdat we direct alle problemen meteen een hele concrete oplossing voor alle problemen een concrete oplossing willen hebben. En die moet ook werken. En als ik niet van tevoren weet dat het gaat lukken, ga ik het niet eens meer proberen. Ja, plus dat is jezelf te serieus nemen. Kunstenaars zullen er natuurlijk altijd zijn. Wat je echter ziet in de laatste jaren, dan heb ik het echt over de laatste 10 jaar, is dat er op allerlei manieren door allerlei verschillende soorten mensen geprobeerd wordt om wat er in die kunst gebeurt een plek te geven in die samenleving. Een musea spelen daar bijvoorbeeld een rol in, maar ook ontwerpbureaus en reclamebureaus. En die zijn, dat is één soort van wereld waarin op allerlei manieren met ideeën gespeeld wordt. En op het moment dat je, nou ja, bijvoorbeeld door te bezuinigen, maar dat soort verbindingen heel erg gaat snijden, dan ga je een bepaald soort vitaliteit uit dat hele veld halen. En dat is jammer. Dan is het reclamebureau alleen nog maar commercieel, of het ontwerpbureau alleen nog maar met die klant bezig en niet meer aan de achterkant met zijn speelse vernieuwing. Ja. En daar moet je voor oppassen. Als samenleving moet je voor oppassen dat. En je kunt niet zeggen, je kunt geen gezonde commerciële ontwerpsector hebben zonder een goede verbinding met een speelse kunstsector. Ja. Uiteindelijk is het gewoon ook heel erg zonde, want het is zo leuk, het is zo mooi, kunst en de cultuur, dat we er maar zo weinig mensen mee weten te bereiken, omdat er zo'n soort van weerstand tegen ontstaat. Ontwerp kan prachtig mooi zijn, maar als het alleen nog maar de commercie dient, dan wordt het straatbeeld op een gegeven moment heel erg eentonig. En, ja, maar dan zeggen mensen, ken je het voorbeeld van Saatchi niet, reclamebureau, mooie collectie, heeft kunst. Ga jij maar bij de mensen aan Saatchi vragen waar zij hun inspiratie vandaan halen. En wat zeggen ze dan? Want ze kunst. Ja, maar die doen dat toch op een commerciële basis. Dat hebben we toch verder niemand nodig. Kunst kan ook commercieel zijn, maar er is een soort van tendens waarin de kunst en de cultuur in een hoekje geduwd wordt, waar het niet eens op dit moment eigenlijk niet eens meer mag. Oké, maar waar zijn de woordvoerders dan aan de kant van de kunstenaars? Waar is dat tegengeluid? Ik denk dat de kunstenaar moet kunst maken en dat heel goed doen en reflecteren op de samenleving en dingen maken die mensen aan het denken zetten. Ik denk dat er een laag tussen de kunstenaar en de samenleving zit, die moet werken aan die presentatie daarvan en aan dat enthousiasmeren ervan. Ja. Misschien is die er niet, maar als je een
kracht in de politiek tegen je hebt, met een heel veel gratis zendtijd, die alles wat kunst is labelt als eigenlijk een beetje fout, moet je wel heel hard werken om dat tegen te gaan. Maar waar zijn de woordvoerders? Frits Bolkestein en hoe heet hij nou ook weer, die oud-bestuursvoorzitter van de Rabo? Ja. Ik vergeet zijn naam. Ik zou er even niet bedoel, hebben wij Herman Wijfels misschien? Herman Wijfels. Ja. Die zet zich ook in voor de natuur. Maar weet je wat het is? Ja, die mensen zeggen letterlijk, pas op dat we niet aan de basis van de beschaving gaan snijden. En het is goed. En de basis van innovatie. Ja, kunstenaars hebben moeite met kritiek op hun eigen werk. Ja, je ziet wel bij sommigen dat heel graag serieus genomen willen worden. Ik denk vooral in de media art dat het vooral gedreven is door passie. En passie kun je in zekere zin natuurlijk serieus nemen. Als kunstenaar heb je meer impact op mensen om je heen dan je denkt. Ja, ik denk dat het sowieso goed is als mensen zichzelf serieus nemen en hetgeen wat ze doen. Dat is mooi dat meneer Bolkestein dat zegt en ook meneer Wijfels heb ik ontzettend veel respect voor. Maar ik mis toch de vuur, de vlam, de vormgeving van bijvoorbeeld een man die ons gaat brengen tot de volgende stelling. Je had ooit Jezus Christus, Mohammed, Gandhi en nu is er Steve Jobs, de profeet. Kijkt u toch eens mee. Het alsof de kosmos het wou, Steve die nog voor zijn biografie uitkwam. En gaan wij het erover hebben of hij niet een profeet is? Hij is in ieder geval dood, dat helpt heel erg voor een profeet. Maar even voortbordurend op ons onderwerp net. Heb je niet mensen nodig die inderdaad het pakketje, het marketing, niet zo oud zijn als meneer Bolkestein en Wijfels? Dit soort mensen zijn er ongetwijfeld. Wat Steve Jobs heeft. Dit boek is het resultaat van 40 jaar keihard werken. En na de eerste 10 jaar was er nauwelijks een Apple of een Macintosh toen nog. En over 40 jaar, dan stellen we dezezelfde vraag over mensen die we nu misschien nog niet zo sterk zien als Steve Jobs, maar die wel keihard met diezelfde visie en passie werken aan een beter ontwerpklimaat, ja, of een beter kunstklimaat. Heb je er wat aan om zo'n man te verheerlijken? Is het eigenlijk zo dat bedrijf zo van invloed is geweest op ons? Of is dit gewoon allemaal luchtbel? Het zal vast wel invloed hebben gehad op... Natuurlijk heeft het invloed gehad, maar ik weet niet zo goed wat het met kunst en technologie voor nu te maken heeft. Nee? Ja, ik heb wel een idee, maar wat heeft Apple en Steve Jobs met kunst en technologie te maken? Oh, Steve Jobs heeft lezingen gehouden waarbij hij een dia laat zien met van een soort ANWB-richtingaanwijzer met twee richtingborden. En de een zegt arts en de ander zegt technology. En hij zei, dat zegt hij ook letterlijk zei hij ook altijd letterlijk in zijn lezingen, Apple exists where art and technology meet. Apple bestaat bij de gratie van dat snijpunt van kunst en technologie. En ik vind hem enerzijds wel en anderzijds geen profeet. Hij is wel een profeet omdat hij het helemaal op een heel aantal gebieden heel erg bij het rechte eind had. En hij is geen profeet omdat hij niet veel meer heeft gedaan, waar ik trouwens wel heel veel respect voor heb, maar een heel eenvoudig idee eindeloos lang vasthouden. Dat eenvoudige idee was, de computer is er voor de persoon en niet voor het bedrijf. Dat was zijn visie eind jaren 70 toen hij Apple oprichtte. En daar heeft hij gewoon al die jaren, heeft hij telkens bij elke beslissing die hij moest nemen, is hij gaan kijken, waar kan ik dit ding, of wat we maar aan het maken zijn, hoe kan ik het persoonlijker maken, over jouw leven laten gaan. Over jou, waar luister jij je muziek, waar praat jij met je vrienden, waar wissel jij dat en dat uit. En dat is gewoon één klein idee, wat een heel helder idee is. En wat ook wel een correct idee was. Hè? Als die computer steeds kleiner zou worden, dat kon je toen verwachten. Ja, dan wordt hij ook steeds persoonlijker. Ik heb nu een stuk of 3-4 computers op mijn lichaam al. Weet je, ik heb een telefoon, ik heb een camera bij me, ik heb een horloge. Ja. Dat kon je zien aankomen. Hij heeft dat zien aankomen. In die zin is het dus geen profeet, want het was iets wat al aan de hand was. Alleen, hij zag de betekenis ervan. En dan heb je dus weer die verbinding tussen mens en technologie. Ja. Hij zag, wat dat betekent is dat het persoonlijk gaat worden. Want let wel, iedereen zegt, Apple is zo goed in marketing. In de eind jaren 80 was het verhaal, ja, Apple is een leuk bedrijf, maar ze zijn zo slecht in marketing. Omdat er op dat moment verdienden de computerboeren hun geld met bedrijven. En ja, als jij zegt de computer wordt persoonlijk, dan zijn bedrijven niet je markt. Dus hij was gewoon zijn tijd vooruit. Ja. Steve Jobs.
Ja, ik ben het hier helemaal mee eens, maar wat ik vooral mooi vind wat hij gedaan heeft, denk ik, en dat is ook de relatie mensen en technologie is, als je een computerwinkel binnenloopt nu en het is een Apple Store, dan zie je mannen, vrouwen, baby's en bejaarden. Als je een Computer World, of in ieder geval een Windows gedomineerde winkel binnenloopt, dan zie je mannen van middelbare leeftijd die naar een computer staan te kijken. Dus wat hij gedaan heeft, is hij heeft dat medium, het medium, de computer of de iPad, voor een enorm groot, veel groter publiek toegankelijk gemaakt. En als ik kijk naar de mensen die het best met een iPad om kunnen gaan bijvoorbeeld, zijn dat kinderen van 2-3 en bejaarden van 80 of senioren van 80 plus. En ik vind vooral heel erg knap. Hoe kan dat? Want ik zou je zeggen, als ik naar Groningen ga om mijn vader te bezoeken, hij heeft er al eentje. Hij is er sneller mee dan ik. En het is mijn pa. Wat is het geheim daarvan? Dat is wat Dick zegt. Hij heeft Steve Jobs en zijn organisatie hebben zich gefocust op hoe kan ik dit zinvol maken voor de mens. En onze generatie is opgevoed met de command line computer, waar we dingen in moesten typen. En we zijn er niet aan gewend dat een stukje technologie zo onvoorstelbaar makkelijk voor ons kan zijn. Ja. Ik weet niet zeker of dat het is, maar ik vermoed dat daar... Goed, om de profeetdiscussie af te ronden. En dan kijk ik toch een beetje naar Nicky Asman, die hier mij een beetje zat te knikken van, we hebben het hier over een man die eigenlijk wel... Met een halve tiran was het ook wel een beetje. Het was niet, we geven hem iets te veel eer. Hè? Zeg het nou maar eerlijk. Nee, hier moet het niet over gaan. Nou ja, ik denk inderdaad dat wat zij zegt, dat is het geweest. En dat het weer, hij heeft ons tools aangereikt die beter te vatten zijn en beter te hanteren. En dat is heel belangrijk. Ik vind dat hij erg veel dingen van anderen heeft geleend. En het daarna mooi weet te verkopen. Ik kan me wel voorstellen dat voor andere mensen dat hij echt heel veel verandering heeft teweeggebracht. Maar voor mezelf zie ik het niet zo. Een innovator, dat zeker. Een profeet is, gaat wat ver. Het is gewoon iemand die goede ideeën heeft. Misschien over 50 jaar als we daarop terugkijken, maar daar kunnen we nu nog niks over zeggen, denk ik. Genoeg Apple. We gaan naar het museum van de toekomst. Want de laatste stelling die we gaan bespreken is dat de traditionele vorm van musea is volstrekt achterhaald. En om bij jou te beginnen, ga je überhaupt wel eens naar een museum? Ja. En wat is dan een top 2 of 3 of de meest recente? Ik woon zelf in Rotterdam en ik vind Boijmans een erg mooi museum. Verder in het buitenland probeer ik altijd in de stad waar je bent naar het museum te gaan. Maar niet alleen musea, dus ook inderdaad veel tijdelijke exposities op dingen als festivals die met media art of elektronische kunst. En wat of, is dan je, is altijd leuk om een beetje Nederland-buitenland te doen, hè? Wat is dan leuk aan Boijmans, maar wordt beter of slechter gedaan als je in Lissabon of in Engeland bent? Tate of... Nee, je hebt, in Wenen heb je hele mooie tentoonstellingen in het museum daar. Daar was ik heel erg van onder indruk over de moderne. En dat ging ook over technologie in de vorige eeuw, hoe dat aan de man werd gebracht door middel van kunst. Dat was een supermooie tentoonstelling. Ja, het verschil. Je zag dat er daar echt heel veel aandacht en zorg en geld en tijd aan werd besteed. Ja, het verschil, misschien de onderwerpen. Ja, want waar je natuurlijk naartoe wil gaan, is dat museum van de toekomst. Jij hebt ook meegewerkt aan dat historisch museum. Dat, hij kwam er wel, toen weer niet, toen weer wel, toen online, toen offline. Deel ons een beetje van de zorgen, de dramatiek, de kom op, vertel het, spill the beans. Nee. Ik denk, als je nu vandaag de dag een museum gaat bouwen, en zo heb ik ook, ik heb voor het Nationaal Historisch Museum gewerkt, de digitale tak daarvan, ik wil niet hebben over gebouwen en zo, want ik denk als je vandaag de dag naar een museum kijkt, dan moet je veel meer zijn dan wat veel mensen zien bij een museum, een gebouw met exposities. Je moet iets zijn dat eigenlijk net als de kunstenaar in het hart van de samenleving staat, daarop reflecteert en een soort van ontmoetingsplek is voor mensen met gelijkgestemde ideeën of juist tegengestrijdige ideeën waar ze aan het debat met elkaar aan kunnen gaan. Alsjeblieft hoor, dit lijkt wel op een subsidievoorstel. Jij hebt met dat museum te maken gehad, het was natuurlijk geklooi, politiek gerommel. Dat sloeg helemaal nergens op, dan heb ik het maar even gezegd.
Hoe ziet dat museum van de toekomst eruit volgens jou dan? Het museum van de toekomst is in eerste instantie een merk. Je noemde net eventjes Tate. Iedereen in de wereld kent Tate, of het MoMA in New York of het Louvre in Parijs. Er zijn een aantal van dat soort musea. En waar bijvoorbeeld de Tate heel goed in is, is dat zij, behalve de mensen die fysiek naar hun gebouw komen, ook een enorme hoeveelheid mensen weten te bereiken die helemaal niet in Londen wonen en misschien niet eens het geld hebben om daarheen te vliegen. En zowel die ervaring van moderne kunst en het verhaal daarover via internet en andere digitale media delen met een veel groter publiek. En een veel groter publiek op een andere manier bereiken. En dat lijkt, dat is een van de vele elementen van een museum in de 21ste eeuw. Dick? Nou, er zijn twee dingen. Je hebt de spullen, de objecten, die vaak door musea beheerd worden. En je hebt het verleden, de verhalen over het verleden. En wat mij betreft kunnen die twee helemaal van elkaar scheiden. Dus de spullen? Ja, en de spullen. We bouwen een gigantisch groot depot ergens in de Flevopolder. Naast die nieuwe berg die er gaat komen. Of misschien is de inhoud nieuwe van... Berg. Ja, nee, de inhoud van de nieuwe wordt berg al die spullen. Is het depot van alle musea. Die zijn keurig klimatologisch, passen we daarop. En vervolgens kan iedereen die dat maar wil, dat kunnen wij dus zijn, dat maakt niet uit, met behulp van digitale versies van die spullen verhalen vertellen over vroeger. Het punt is, in welke vorm is het verleden straks aanwezig in mijn leven? Dan stel ik weer een heel erg soort van eenvoudig menselijke vraag. Waar bevindt het verleden zich? Ja, maar het is wel een hele goede vraag. Want... Nou ja, dat is denk ik de essentiële vraag. Dus de discussie rondom het Nationaal Historisch Museum was voor een deel ook die vraag. Zij hadden niet voor niks een soort strategie waarbij ze zeiden, wij willen overal zijn. Ook op jouw mobieltje. Ja. Want als jij straks ergens loopt, dan is het misschien wel heel erg interessant. Als je op dat moment aan je mobieltje kunt vragen, wat is het verleden van dit object, of van dit gebouw, of van deze mensen, of van dit gedachtegoed, of wat dan ook. Die vraag moet je jezelf dus stellen. Welke vorm heeft het verleden straks in de toekomst? Het is helemaal misgegaan met dat museum en ruzie. En dat maakt niet uit. Dus met andere woorden, er staan allemaal mensen, beren op de weg die ons belemmeren om überhaupt die objecten richting die berg te krijgen. Dat weet ik wel. Er zijn altijd heel veel krachten die willen eigenlijk het oude behouden. Ja. Maar dat betekent niet dat het nieuwe er niet gaat komen. Dat betekent dat het vertraagd wordt. Als je dit verhaal van Dick neemt en ook het verhaal over, met betrekking van zijn analyse op Apple, dat eigenlijk de kracht van Apple was het persoonlijke. Dus niet de company, maar me. En in de toekomst is het ook, wat betekenen die objecten voor mij? Hoe kunnen we daar dan komen? En hoe snel gaat dat dan gebeuren? Een van de grote krachten, denk ik, is dat we steeds meer informatie hebben over jou bijvoorbeeld. Als jij naar Amazon gaat om een boek te kopen, dan zeggen ze precies welke boeken jij verder interessant vindt. En zo zou je ook met kunst en geschiedenis aan de slag kunnen gaan. Door goed te kijken naar je reactie op een kunstwerk of op een bepaald stukje geschiedenis. Of door met jou het gesprek aan te gaan, dan wel fysiek, dan wel met digitale media. En dat allemaal te onthouden, wat in principe allemaal kan, kun je verhalen gaan vertellen die heel erg persoonlijk zijn. Geschiedenis is heel abstract. Je kunt meestal 2-3 generaties terug nog wel bedenken. Maar als je richting de ouders van jouw grootouders gaat, ja, weet je misschien nog waar ze vandaan komen. Maar hoe ze leefden en wat ze belangrijk vonden, dat is totaal vreemd. Maar als we jou in plaats van een soort van vaag verhaal over de 19e eeuw een verhaal kunnen vertellen van met enige aanname leefde jouw familieleden toen in zo'n soort huis. En ze deden dit soort werk en hun dag zag er zo uit. En we kunnen zelfs met behulp van kunstenaars daar een beeld van schetsen. Dan wordt het opeens persoonlijk en daardoor veel tastbaarder. Nee, denk aan kunstenaars als Rembrandt of iets dergelijks. Dat hoort in een museum te hangen, dat kan niet op internet of iets dergelijks. Ik vind die traditionele vorm wel nog steeds heel treffend. Wij willen graag kunstwerken maken in openbare ruimte. Dat je het eigenlijk meer tegenkomt dan dat je het daadwerkelijk opzoekt. En dat geeft, denk ik, veel verrassendere reacties. Kunst kan overal zijn. En dit is al lang niet meer alleen maar in het museum, ook op straat. Nou, ik vind ook dat we bezig zijn met heel veel andere mogelijkheden van kunst tonen aan het heruitvinden zijn. Dus ik denk niet dat de oude vorm weg moet, maar ik denk wel dat er ook nog heel veel andere mogelijkheden zijn om kunst te bekijken en te beleven. We begonnen namelijk met een stukje ontwerp van technologie wat letterlijk straks misschien iets wordt wat bij Sinterklaas en feestdagen heel makkelijk aan kinderen te geven is. Hele nieuwe manier van technologie integreren in het lichaam. Jij zei ook van, nou ja, op een gegeven moment moet je het niet doorhebben en daar dingen mee kunnen doen. Dan ook een vraag van, hoe zit het nou met Apple en dat eigenlijk dus de persoon centraal staat. Diezelfde persoon waarvan jij ook weer zegt dat die
veel meer te zeggen heeft en meer kan doen met al die kunstobjecten als je in de toekomst nieuwe manieren bedenkt om dat te organiseren. Maar dan wil ik toch terugkijken en dan is ons conversation piece. Dit had dan een gloeilamp moeten zijn, forgive us for our sins, om het zo maar te zeggen. Maar Thomas Edison, Jobs niet een profeet is, wel niet. Nou, zijn we nou vooruit gegaan aan innovatie? Of is het eigenlijk het wiel wat zichzelf opnieuw uitvindt? Als je kijkt naar die gloeilamp en als je kijkt naar waar we zijn in Eindhoven en een stad. Als ik letterlijk de gloeilamp neem? Ja. De echte, ja. Dan vind ik dat licht nog mooier dan, nog steeds mooier dan, metaforisch, maar ook letterlijk, dan het ledlicht. En waarom? Want je komt echt, er komt zo'n smile. Er komt echt, dit was echt, pring! Nou ja, de warmte. Ja. Dus, maar ik ben ook nostalgisch ingesteld wat dat betreft. Dus ik geef nog steeds voorkeur aan de oude gloeilamp. Ik kom zeker bij je kijken. Hoe zie jij dat? Ja, ook kijken naar de gloeilamp ben ik het ermee eens dat ik de oorspronkelijke mooier vind. Ik denk wel dat we sinds de uitvinding van de gloeilamp een stukje vooruit gegaan zijn. In het denken over hoe je nou eigenlijk met technologie om moet gaan. We hebben heel lang geleefd in een wereld waarin, als we maar hard genoeg doorontwikkelden met dingen maar kleiner en beter maakten met technologie, dan zou de wereld wel beter worden. En ik denk dat we nu heel erg een trend zien de afgelopen jaren, waarin we terugkeren naar, als we als mensen met elkaar goed omgaan, dan wordt het beter. En ik vind dat een hele fijne trend. Dus los van die gloeilamp, ik hoop dat we daar binnenkort niet meer over praten, maar gewoon over hoe we die gebruiken om als mensen onderling een goed gesprek bij gloeilamplicht te kunnen hebben. Ja, voor mij is het een heel mooi symbool van de noodzaak van creativiteit en kunst en ontwerp. Kijk, de oude gloeilamp, zeggen zij, ben ik het ook mee eens, had een hele mooie kleur. Maar die is niet ontworpen. Je kleur was eigenlijk een bijproduct van de technische constructie van dat draadje. Ik geloof dat het wolfram was en dan in het vacuüm van het ding. En dat was er nou daar eenmaal. Die kleur kwam daar nou eenmaal uit. Nou hebben we dus dit monstreuze ding. Dit is een spaarlamp die echt heel naar zijn. Want die geven heel lelijk kleurlicht en die gaan heel snel stuk. Als je ze vaak aan en uit doet en ze kosten heel veel geld. Dan hebben we nu de ledlampen. En wat je dus nu echt ziet gebeuren is dat terwijl vroeger de lamp misschien wel mooi was bij toeval, hebben we nu ledlicht wat je elke kleur kunt geven. En nu ontstaat dus ook de vraag, goh, weet je wel, welke kleur willen we nou eigenlijk? Yeah. Welke kleur wil ik nou eigenlijk in mijn slaapkamer of in mijn woonkamer? Of in allerlei verschillende ruimtes. Dus, het is niet meer, zeg maar, de kwaliteit van iets is niet meer vanzelfsprekend, maar moet je ergens in ontwerpen. Yeah. En daar heb je dus heel veel creativiteit voor nodig. En als je dan hebt over zo'n stad als Eindhoven en Philips en innovatie en de kritiek die er ook wel eens is, dat we daar te weinig in investeren. Met name jonge kinderen enthousiasmeren voor beta-vakken en voor technologie. Delen jullie die zorg? Lopen we achter? Heb je neefjes en nichtjes die allemaal ingenieur willen worden? Of moeten we toch afhankelijk zijn van al die Steve Jobs die uit verre landen komen? Laten we alsjeblieft kinderen blijven stimuleren om creatief te zijn en dingen te ontdekken, los van of ze daar kunstenaar mee willen worden, ingenieur of technicus of gewoon huisvader of huismoeder. Omdat het gewoon heel veel leuker is als je je leven creatief kunt inrichten. En ik denk dat als we dat met z'n allen stimuleren, en dat zal meer moeten dan nu, dan ontdekken we vanzelf veel meer economisch voordeel daaruit. Maar aan robotjes hebben we op dit moment helemaal niks meer. Goed. Nou, mijn antwoord op deze vraag is het feit dat de hardwareontwerper van Steve Jobs een Brit was en is. En de softwareontwerper wordt door Nederlanders, bij Apple. Echt waar? Ja. Zo zie je, daar leer ik ook weer eens wat. Er zit een Hollander bij. En wat dat precies betekent, weet ik niet. Maar dat wil ik een beetje op tafel gooien. Misschien is het nog niet verloren. Maar dus dat verschil maken, dat zoeken naar betekenis, is waarschijnlijk iets wat we in Europa beter kunnen dan waar dan ook. Maar daar moeten we wel in blijven investeren. Ik bedoel, de directeur van ASML en dat soort bedrijven, die waren laatst bij tegenlicht aan het klagen daarover bij de VPRO. Ja, dat er te weinig bussen met kinderen komen en dat als niemand aan een chipje wilt werken, dat je ook nooit een prachtig product... Ja, maar het misverstand wat daar bestaat is dat echte innovatie gaat over technologie. Dat is helemaal niet meer waar. Dat zeg je dus niet. Dat is niet meer waar. Oh. Ook bij Philips niet. Wat is er gebeurd? Wat is er nou gebeurd hier in Eindhoven? Leuk verhaal. Het NatLab bestaat niet meer, het natuurkundig laboratorium. Dat was de plek waar Philips zijn dingen uitvond. Dat is nu een campus geworden.
waar iedereen ruimte kan kopen. Bedrijfjes, de universiteit zit er, ze werken allemaal met elkaar samen. Het is een soort totale open uitvindersomgeving geworden. Waarom? Nou ja, iedereen is eigenlijk toch met hetzelfde bezig. Die technologie die ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Sterker nog, Philips Design is eigenlijk net zo'n gesloten bastion geworden als dat het NatLab vroeger was. Waarom? Omdat de echte innovatie van Philips bij Philips Design gebeurt. En niet op technologieniveau. Als je kijkt naar de chipsfabrikanten. Chips zijn tegenwoordig zo duur om te maken dat een nieuwe chipfabriek alleen maar gebouwd kan worden door een consortium van alle chipfabrikanten. Ja, hoezo concurrentie? Dus je gaat gewoon, toch komt het terug op die gloeilamp, dat idee, de creativiteit en niet meer de technologische invulling. Die komt meer van kunst en ontwerp dan van technologie en engineering. Ik word hier even ontzettend naar huis gestuurd. Ik wil jullie bedanken. Hebben jullie nog iets te zeggen? Allemaal ontzettend bedankt. Nicky Asman, ja, Dick Rijken en Jasper Visser. Een applausje misschien. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Vodafone Firestarters vanuit het Klokgebouw hier in Eindhoven tijdens het Stripe Festival. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en blijf op de hoogte via Twitter. Je kunt ons volgen op @firestarters.nl. Tot de volgende keer.